Wat zijn ETF's? Wel, ETF's zijn Exchange Traded Funds. Of concreet een mandje beleggingen verpakt als een aandeel dat op een beurs noteert. Een beurs zoals Euronext, Euronext Amsterdam, Euronext Parijs, Euronext Brussel en bijvoorbeeld NYSE, New York Stock Exchange. En dat mandje beleggingen, dat kan bijvoorbeeld een index weerspiegelen, zoals de 20 aandelen uit de BEL 20. Maar kan bijvoorbeeld ook een sectorindex weerspiegelen, zoals bijvoorbeeld de aardoliebedrijven. Of de houtmijnaandelen. Of kan bijvoorbeeld een valutapaar voorstellen, de euro tegen de dollar. Of kan zelfs puur grondstoffen, aardolie of hout zelf bevatten. Of obligaties, dus een mandje beleggingen verpakt als een fonds dat noteert als een aandeeltje. Doorgaans is het beheer van een indexfonds of een indextracker eerder passief. Daar wordt niet dagelijks van positie veranderd. Nee, men koopt de aandelen bijvoorbeeld die in de index zelf zitten. Dus daar komt niet zoveel beheer aan te pas. Dus doorgaans passief beheerd. Nu hier een aantal voorbeelden. iShares is een groot Amerikaanse speler wat ETF's betreft. Hier met de MSCI World. We hebben Amundi, een Franse speler. Met bijvoorbeeld Government Bonds. Dus een ETF die zich specialiseert in obligaties, overheidsobligaties. Fidelity MSCI Materials, dus die eerder een basismateriaalindex weerspiegelt. Lyxor EMU Growth. Lyxor, die zich focust op groeiaandelen uit de Europese muntunie. BMO Gold Index, een ETF die de houtprijs weerspiegelt. En dan wat specifieker, de Guggenheim Solar is een tracker die voornamelijk belegd in bedrijven actief in de zonne-energie. En dan een van de grotere is de PowerShares Nasdaq 100, bijzonder veel volume. Dit is een top 5 tracker wereldwijd die de Nasdaq 100 getrouw weerspiegelt. Dus heel wat trackers, enkel op Euronext praten van meer dan 700 trackers. In de VS gaan we over de 12.000 trackers. Dus heel veel trackers waar u uit kan kiezen. Nu, dat is een voordeel, een grote keuze. Is ook een nadeel, want niet iedere keuze is echt optimaal. Nu, beheerskosten, aangezien het beheer eerder passief is, zijn die beheerskosten eerder laag. Dus beleggingsfondsen doorgaans heb je daar beheerskosten die boven de 1 tot 1,5% gaan. Dit is zelden het geval bij een tracker of een ETF. Dus lage beheerskosten is een voordeel voor wie in een index wenst te stappen. Je kan en long en short gaan. Dus zoals er straks gezegd, bij self-invest kan je en long posities en short posities innemen. Je hebt geen instapkosten zoals bij fondsen vaak 3 tot 5%. Nee, je hebt enkel maar je transactiekosten op de beurs plus de beurstaks voor Belgische beleggers. En dan heb je ook nog specifieke ETF's, leverage ETF's. Dat zijn ETF's met een ingebouwde hefboom. Doorgaans maal 2, ook maal 3 en soms zelfs maal 4. Dus ETF's met een matige hefboom, dus niet overdreven qua hefboom. Dus zeker interessant. Nadelen wel, je hebt zelden ook een outperformance. Er zijn wel een paar trackers met wat outperformance, kunnen we even op wijzen straks. Het beheer is passief, dus geen outperformance. Het is enkel maar verhandelbaar tijdens de openingsuren van de beurs. Dus onze Lyxor tracker, wel die kan je maar verhandelen van 9 uur 's ochtend tot 17.30 uur 's avonds. Onze tracker Guggenheim Solar, die op New York noteert, enkel maar opening New York tot sluiting New York. Dus je bent wat beperkt door die openingsuren, wat bijvoorbeeld niet het geval is bij futures. En een ander nadeel dat u zeker in de gaten moet houden, is er zijn heel veel trackers met bijzonder weinig volume. En dus een lage liquiditeit, waar u niet zomaar snel een positie in kan opbouwen en nog erger, niet zo snel maar een grote positie kan verkopen. Dus vermijd ETF's met een lage liquiditeit. Nu twee nuttige informatiebronnen, er zijn er best meer, maar we stellen deze twee voor.
We starten met de Euronext ETF Directory. Daar worden voor de beurzen van Parijs, Amsterdam en België een overzicht gegeven van een ETF-aanbod. En je kan er ook op screenen en fine-tunen. Ik klik er even op en dan gaan we even naar de website van Euronext. Zo, daar komt hij. En dan zien we hier het overzicht van alle trackers die noteren. Dus hier een 713 in totaal. Je kan klikken op de screener en dan kan je effectief verder selecteren. Je kan de uitgever selecteren en op die manier ook verder screenen. Dus best interessant, je kan hier dus een keuze maken en ook de onderliggende waarden activa even bekijken. Indexen, Amerikaanse indexen, grondstoffen, etc. Je kan daarop je keuze maken. Tweede bron van informatie, maar dan eerder voor Amerikaanse ETF's, is de ETF Database. Het is een overzicht van alle Amerikaanse aanbieders, dus iShares, Vanguard. Zo, waar je ook kan op screenen. Zo, sluit dit even. Je kan kiezen voor obligaties, grondstoffen, aandelen, munten, combinaties, real estate, vastgoed, etc. Je kan ook screenen op issuers, dus uitgevers van de ETF's. En er zijn er heel veel. Je kan ook even de structuren bekijken, hoe die effectief in elkaar zitten. Dus databases die je zeker even moet raadplegen bij de keuze van een ETF.